Ik ben Annemiek Walenkamp, ik werk in het Universitair Medisch Centrum Groningen en ik ben werkzaam als internist-oncoloog. En in een academisch medisch centrum combineer je dan drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Binnen de patiëntenzorg focus ik mij met name op patiënten met een zeldzame kanker. En over die ziektes zijn beperktere gegevens beschikbaar dan de kankers die veel voorkomen op het gebied van diagnose en behandeling. En daarom is er ook meer onderzoek nodig. Onderzoek op het gebied van zeldzame kankers kan alleen door met elkaar samen te werken. Ieder gespecialiseerd ziekenhuis op zich heeft voor een zeldzame vorm onvoldoende gegevens om meer over de ziekte te weten te komen. En daarom hebben we ook vanuit het UMCG een landelijke biobank opgericht, waar we weer meer uit kunnen leren. En dat is het onderzoek specifiek voor zeldzame vormen van kanker die nodig is om de vooruitzichten te verbeteren. En zo zie je dat die taken als patiëntenzorgdokter en onderzoeker in elkaar overvloeien. Want als ik bijvoorbeeld naar beneden naar de poli loop om een patiënt te vertellen dat de prognose somber is en ik kom daarna weer boven op mijn werkkamer, dan ben ik ook weer extra gemotiveerd om het met behulp van dat onderzoek stapje voor stapje weer de vooruitzichten een beetje beter te maken. Het derde onderdeel is dat we die kennis natuurlijk ook weer over moeten dragen aan de nieuwe generatie. We leiden hier in het UMCG bijvoorbeeld verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jonge dokters op. En dat is super inspirerend. Die hebben natuurlijk hun eigen kijk op de wereld en op die manier worden we met z'n allen weer slimmer. Het werk van een internist-oncoloog bestaat uit het begeleiden van patiënten met kanker. En dat is enerzijds door heel veel te praten, maar we gebruiken ook heel veel medicijnen. Bijvoorbeeld om de pijn te verminderen of de benauwdheid te verminderen. Maar natuurlijk ook medicijnen om de kanker te bestrijden. Maar we moeten er dus ook echt op toezien dat de medicijnen effectief zijn. Dat patiënten er echt baat bij hebben. Bijvoorbeeld dat we meer patiënten genezen van kanker, of dat ze langer leven, of dat ze een betere kwaliteit van leven hebben. Want aan elk medicijn kleeft ook een nadeel, dat zijn de bijwerkingen. En die kunnen mild zijn, maar die kunnen ook heel ernstig zijn. Dus die afweging die we in het CBG maken tussen de voor- en nadelen van elk medicijn, daar breng ik mijn kennis van de dagelijkse oncologische praktijk met me mee om die afwegingen te maken. Binnen het college is kennis aanwezig vanuit verschillende invalshoeken. Patiëntenperspectief, huisarts, medisch specialisten en apothekers die zowel in de praktijk werken als onderzoek doen en methodologen die veel weten van het interpreteren van medische studies. En ik ben trots dat ik hier onderdeel van ben.